Door de enorme stijging van de gas- en stroomrekening komen steeds meer huishoudens in de knel. Energiebedrijven zijn bang dat ook klanten met een middeninkomen geen geld meer hebben om de rekening te betalen. Hoe ik dat moet gaan doen, ik heb geen idee. Ik heb geen spaarrekening gevuld. Dus het moet kijken wat er aan het eind van de maand of wat er gedurende de maand overblijft om de rest van om in leven te blijven eigenlijk. Kom je in aanmerking voor het geld dat vanuit de gemeente beschikbaar is? Nee, daar kom ik niet voor in aanmerking. Dat vind ik heel stom. Ja, wat is een laag inkomen? Als je kijkt naar de lasten die iedereen heeft. En ik werk sinds september vorig jaar in de zorg. Maar ja, in de zorg zijn heel veel mensen nodig. Maar we verdienen niet zoveel. En ik klaag niet, want ik vind het enorm leuk om te doen. Is het nog te betalen? Nou, daar ga ik alles voor doen om niet in de schulden te komen. Zeker niet voor een energierekening. Maar mijn verbruik is op zich niet zo heel erg hoog. Het zijn de bijkomende kosten die maken dat die rekening zo hoog is. Dus je kan er bijna ook niet tegen op besparen. Ja, dit is dus blijkbaar het Nederland waarin we beland zijn. Dat iemand die in de zorg werkt, zich inzet voor onze samenleving, niet meer de kosten kan betalen. Is dit verhaal nou regel of uitzondering? Nou, hier komt het steeds meer tegen. Kijk, vroeger in de schuldhulpverlening wisten we altijd, hè, dat zijn de lage inkomsten, of lage inkomens. Hè, dat zijn de mensen met een uitkering. Mm-hmm. Die zagen we heel veel in de schuldhulpverlening. Maar de afgelopen jaren zagen we steeds meer die middenhuishoudens. Hè, die zijn ook kwetsbaar. En dan is het met name door life events, dus hè, door echtscheiding, verlies aan tweede inkomen, ziekte. Hè, dat kan net de trigger zijn waardoor je financiële situatie helemaal verandert. Ja, en waardoor je niet in aanmerking komt voor aanvullende toeslagen, andere regelen, compensatieregelingen. Ja, en dan die mensen zitten op strak budget, hè, werken hard en mm-hmm. Ja, alles uitgemeten. Ja, helemaal als ze dan een huurwoning hebben, ja, dan ben je helemaal aan de beurt. Want huren is tegenwoordig heel erg duur. En ja, vaak zijn ze niet toch in staat om een woning te kopen, waarbij de lasten dan relatief laag zijn. Ja, en ik denk dat we allemaal ongelooflijk zijn geschrokken door die enorme stijging van de energierekening. Maar wij allemaal hier aan tafel. Ja, want jij noemt dan die live events zoals een scheiding of het wegvallen van de middeninkomen. Maar zou je kunnen zeggen dat nu die hoge energierekening daar dus ook nu tot behoort? Is dat net de trigger voor veel gezinnen die ook het verschil maakt? Ja, zeker. Want het is echt substantieel. En het is ook onzeker hoe lang gaat het duren. En als jij dan niet in aanmerking komt, zeg maar, voor die extra bijdrage, hè, die heel veel gemeentes nu aan het uitkeren zijn. Het verschilt ook trouwens per gemeente in welk tempo dat gebeurt. Ja, dat is heel zorgelijk. Hè. De energiebedrijven hebben wel sinds afgelopen maandag via Geldfit, dat is heel makkelijk om te onthouden, hebben ze een energiehulproute ingesteld. Dus alle energieleveranciers maken de huishoudens ook attent op van god, er is hulp en volg deze route. En dan krijg je in ieder geval hulp bij betalingsregelingen of bij kwijtschelding. Oh, dus er zijn andere mogelijkheden als je geen steun krijgt van de gemeente? Absoluut. Dat maak gebruik van die gratis hulp. Ja, dus dat is dus op de energiehulproute. Dat is een hele goede tip. Over de gemeente gesproken. We zagen afgelopen week ook het nieuwsbericht verschijnen dat veel gemeenten ook niet genoeg geld hebben om die €800 die dan al voor de lage inkomens berekend is, überhaupt uit te keren. Hoe zit dat bij u? Nee, we gaan het wel doen in Gouda. En we doen het ook sneller dan het Rijk ons zelf geld geeft. Dus wij gaan voorschotten. Dus wel ingewikkeld, want gemeenten bedrijven geen inkomenspolitiek. En wij beheersen wel de portemonnee van 74.000 mensen voor een heel klein stukje. Want het belastinggebied ligt vooral bij het Rijk. En wij hangen als gemeente al jarenlang aan het infuus van hetzelfde Rijk. Dus we hebben het financieel ook best wel krap als gemeente. We willen graag helpen. En we zien ook dat er ook een corona-effect zit bij diverse sectoren. De horeca, evenementenbranche. Ja, die klap moet nog gaan komen. Ja, want daarover gesproken, 1 april aankomende vrijdag wordt ook nog die coronasteun die wordt gestopt. En dan moeten bedrijven dus gaan beginnen met het terugbetalen van de steun die ze hebben gekregen. Nog niet. Want het is ten aanzien van de Belastingdienst. De ondernemers hebben uitstel van betaling kunnen krijgen voor een kleine 2 jaar. Daar ook massaal allemaal gebruik van gemaakt. Om toch de coronacrisis te overleven. Maar je moet per 1 april moet je weer je lopende verplichtingen voldoen. En die oude schuld, zeg maar, die is opgebouwd, die moet je in principe vanaf 1 oktober terug gaan betalen in 5 jaar. Maar zelfs die trigger van de lopende verplichtingen voldoen zal heel veel ondernemers doen besluiten om toch maar te stoppen, omdat ze het niet redden. Omdat toch de omzet tegenvalt. Hè. De situatie is niet meer van voor coronacrisis. En ze hebben ook te maken met die stijgende energiekosten. Zeker bij bedrijven. Kijk naar een slager met heel veel koeling.
voeding. Kijk naar sportscholen. Kijk naar alles wat veel energie... Sauna's en dergelijke. Ja. Die kunnen dat helemaal niet betalen. Nee. Dus die hele business case die verandert. Ja, en dan hebben we afgelopen maanden of eigenlijk afgelopen jaren... ook gehoord over veel bedrijven die dan kunstmatig in leven zouden worden gehouden. Is dit dan vanaf nu het moment dat... Ja, nu gaat het kantelen. Dus wij verwachten ook dat er een enorme toeloop zal zijn... van hulpvragen voor schuldhulpverlening. Wij merken dat overigens nu al. Want de TOZO, dat was ook onderdeel van de steunmaatregelen... die is vorig jaar al gestopt. Dus daar kon nog wel een bepaald uitstel weer of een bepaalde toeslag weer wel komen. Maar wij zien nu al een enorme toename, met name ook vanuit de grotere steden... Ja, en dat betekent dus meer faillissementen, dus meer ontslagen, dus meer werkloosheid ook? Is het zo'n automatische trap? Ja, dat gaat ook gebeuren. Maar met name die eenmanspitters, die zie je niet terug in de faillissementcijfers. Dat is zo bijzonder, want die gaan niet failliet. Mag je alleen faillissement aanvragen als er nog wat te halen valt voor de curator. Dat klinkt een beetje raar. Wat dan wel mooi is, is dat er ook tekorten zijn in heel veel sectoren. Dus ik hoop dat daar toch begeleiding op is. Dat mensen, van werk naar werk. Werkgeverservice.nl. Precies. Ja.